Mensen hebben jarenlang bewust paarden gefokt om hun energie aan te wenden en hun enorme kracht te benutten. Ze trekken voor een lange tijd grote ladingen tot 3600 kilogram. Hier zijn 10 krachtige paarden die niemand kan verslaan. Amazing! Woehoe! 10. Zuid-Duitse Kaltblut. Dit kleine trekpaardenras is het Zuid-Duitse Kaltblut of Süddeutsches Kaltblut. Ondanks zijn kleine gestalte en zijn gewicht van 680 kilogram is dit ras toch een geduchte tegenstander. Het wordt af en toe voor landbouwdoeleinden gebruikt, maar zijn voornaamste taken zijn optreden in shows of koetsen voortrekken. Door zijn vacht met luipaardvlekken valt het op tussen een kudde en is het een zeer uniek paard. Het Zuid-Duitse koudbloedras staat bekend om zijn hardheid, vriendelijkheid en werkwilligheid, waardoor het uitstekend geschikt is voor veeboeren. 9. Suffolk Punch. De Suffolk is een uitgesproken kanshebber als we het hebben over de meest opvallende en hoogste paardenrassen. Maar voor onze paardenvrienden is gestalte zinloos als dat niet door kracht wordt ondersteund. De Suffolk heeft die kracht in overvloed. Met een lengte van 163 tot 173 centimeter en een gewicht tot 998 kilogram kreeg het de bijnaam Suffolk Punch. Het ras werd aanvankelijk ontwikkeld om te werken op het land in de Engelse graafschappen Suffolk en Norfolk. De soort wordt bewonderd om zijn vroege volwassenheid, lange levensduur en sterke werkethiek. Omdat het paard zo waardevol was, bleef het ras zuiver. Het werd ook gebruikt in het leger om zware artillerie te trekken die niemand kon dragen. Het raakte bijna uitgestorven in de jaren 1950 toen tractoren zijn plaats innam. Vandaag zijn er wereldwijd minder dan 1500 geregistreerd, waardoor het ras op de bedreigde lijst staat. 8. Friespaard. Het Friese paard heeft een bepaalde schoonheid en fonkeling in zijn ogen. Zijn verschijning spreekt gratie en elegantie uit. Dit paardenras maakt altijd indruk, zowel qua uiterlijk als qua prestaties. Het Friese paard komt oorspronkelijk uit Friesland in Nederland en het is een klein trekpaard vergeleken met andere trekdierrassen. Niettemin schuilt er veel kracht in het robuuste en dikke gestel van de Fries. Eeuwenlang werden deze paarden gebruikt als landbouwdieren en om krijgers naar de strijd te dragen. Toch evolueerden de paarden van dit ras, met de introductie van landbouwmachines naar dressuur, het trekken van ceremoniële rijtuigen en vrije tijdsritten. De Friese paarden zijn nu bekend als recreatiepaarden. Ondanks hun Nederlandse afkomst worden ze in het Engels sprekende landen vaak Belgian Blacks genoemd vanwege hun prachtige zwarte vacht. 7. Clydesdale. Dankzij de Super Bowl reclame is dit reusachtige paardenras een van de meest bekende in de Verenigde Staten. Het is afkomstig uit de Clydesdale-vallei in Lanarkshire, Schotland. Toen boeren en kolendragers de gespierde Clydesdale inschakelden als hun dagelijkse werkpaard, wisten ze precies waar ze mee bezig waren. Hij blonk uit in de landbouw en in het transport, vooral bij het ophalen van kolen. Hij wordt ook gebruikt in de landbouw, houtkap, showrijden en plezierrijden. De Clydesdale is stevig en gespierd. Hij wordt gekenmerkt door een gewelfde rug, een breed voorhoofd en een brede snuit. Hij komt vaak voor in zwarte en donkerbruine varianten, met witte markeringen. Zijn rijk behaarde onderpoten helpen hem warm te blijven in een omgeving onder nul en in de sneeuw. Deze eigenschap stelt hem in staat een route vrij te maken voor een zware slee of kar. 6. American Cream Draft. Dit ras is het enige trekpaard dat in de Verenigde Staten ontstond en nog steeds bestaat. Het is een relatief nieuw en ongewoon ras, ontstaan in de midwestelijke staat Iowa in het begin van de 20e eeuw. Dit machtige trekpaard is middelgroot, weegt tot 907 kilogram en meet 152 tot 166 centimeter. Net als andere trekpaarden werd de American Cream Draft gefokt om landbouwwerktuigen te trekken en door harde grond en klei te ploegen om boeren te helpen bij het zaaien van hun akkers. Zijn ongelofelijke kracht werd ook gebruikt om wagens en rijtuigen door barre weersomstandigheden te trekken. Het heeft sterke spieren die goed aangepast zijn aan het werken op het land en dat doet het nog steeds. 5. Shire. Dus je dacht dat de Shire uitsluitend voor hobbits is? Dan heb je het mis. De Shire is een van de oudste bekendste trekdieren. Het ontstond in Engeland en dateert uit de 16e eeuw. De Shire van Engeland is lang een landbouw- en karretrekker geweest, met een lengte van 163 tot 183 centimeter en een gewicht van 1088,6 kilogram. Het ras heeft een robuuste, gespierde bouw, waardoor het kan uitblinken in zijn dagelijkse taken, maar ook op evenementen. Vanaf koning Hendrik VIII werd het paardenras populair als oorlogspaard. Velen geloven dat de Shire afstamt van de Great Horse, een legendarisch oorlogspaard. Het was vroeger wereldrecordhouder voor het langste en grootste paard te zijn. De Shire vestigde in 1924 zelfs het huidige wereldrecord voor het zwaarste gewicht van 26.308 kilogram dat door een paard getrokken werd. 4. Percheron. Een trekpaard is een krachtig paard, hoewel sommige trekpaarden krachtiger zijn dan andere. De Franse Percheron is een ras dat 153 tot 193 centimeter groot is en tussen de 816 tot 1180 kilogram weegt. Dit postuur vertaalt zich in kracht, maar het ras staat ook bekend om zijn intelligentie en trainbaarheid. De Percheron is kalm, onbevreesd en moeilijk op stang te jagen en was een beroemd oorlogspaard in de middeleeuwen. Het ras is afkomstig uit Le Perche, Frankrijk, en werd in 1839 voor het eerst in de Verenigde Staten geïntroduceerd. Het was geliefd om zijn sterke werklust en vermogen om akkers te ploegen en andere landbouwwerkzaamheden te verrichten. Dit paard is krachtig genoeg om de hele dag ploegen te trekken en vrachten door de straten te slepen. Hoewel het ras in bijna elke discipline kan worden ingezet, wordt de Percheron nog steeds veel op boerderijen gebruikt. Het is ook beroemd als rij- of menpaard vanwege zijn uithoudingsvermogen over lange afstanden en zijn fysieke kracht. 3. Nederlands trekpaard. Met spieren die Hulk Hogan zouden doen watertanden, werden Nederlandse trekpaarden, die na de Eerste Wereldoorlog in Holland ontstonden, ontwikkeld en gefokt voor harde landarbeid. Het zijn sterke, gespierde en krachtige dieren met een enorm uithoudingsvermogen en een mild en kalm karakter. Het zijn gewichtige kerels, want ze wegen gemiddeld tussen de 640 en 910 kilogram en zijn 163 tot 193 centimeter hoog. Hun kracht en uithoudingsvermogen stellen hen in staat langdurig te werken op oppervlakken die grip vereisen, zoals klei en zand. Behalve hun gespierde lichaam is een bekend kenmerk de beharing op hun enorme benen, die hen tot prachtige showpaarden maakt. 2. Belgisch trekpaard. Ook wel zachte reuzen genoemd, zijn Belgische trekpaarden groter dan veel van 's werelds sterkste paarden. Meestal worden ze 183 centimeter groot en wegen ze maar liefst 907 kilogram. Hoewel ze niet het grootste of stoerste ras op deze lijst zijn, zijn Belgische paarden wel ongelooflijk gespierd en krachtig. Ze zijn vaak licht kastanjebruin met een vlassige manen en staart, wat een prachtig paard oplevert. Het ras werd ontwikkeld in het Brabantse België. Net als andere grote trekpaarden waren Belgische paarden oorspronkelijk oorlogspaarden voor ze aangepast werden aan het werk op de boerderij. Hun sterke poten en grote lichamen stelden hen in staat zware lasten langdurig te verslepen. Ze werden vooral gebruikt voor ploegen, het verslepen van hout en het trekken van rijtuigen en sleeën. Belgische trekpaarden zijn krachtig. Ze kunnen tussen de 2722 tot 3629 kilogram trekken. Ongelooflijk. 1. Ardenner. Ardenners zijn sterke paarden die ontstaan zijn in de Ardennen in België, Luxemburg en Frankrijk en zijn één van de oudste trekdieren. Het zijn robuuste, krachtige paarden met dikke behaarde poten. Dit ras bundelt immense kracht en sterkte in een lichaam met een gewicht van 907 kilogram, ondanks het feit dat ze maar 155,4 tot 163 centimeter groot zijn. Er zijn zeker grotere trekpaarden, maar weinigen hebben de trekkracht en het uithoudingsvermogen van deze statige schoonheden. Deze paarden dienen als landbouwdieren en bieden de ruiters tegelijk een krachtig, betrouwbaar en stevig rijdier. Met een geschiedenis van gebruik als oorlogspaard in het oude Rome en door Napoleon wordt het ras even zachtaardig en vriendelijk als sterk beschouwd. Ze werden ook gewaardeerd om hun hardheid en uithoudingsvermogen. Historisch verwierven ze hun status als landarbeiders op moeilijk terrein. Ben je ooit in de buurt geweest van een van 's werelds krachtigste paarden? Wat was je ervaring? Laat het ons weten in de comments hieronder. Vergeet niet ons kanaal te bekijken als je van deze video genoten hebt. Bedankt voor het kijken!